Als er iets ingewikkeld is, dan is het productaansprakelijkheid. Overal moeten fabrikanten nu tegenwoordig producten terughalen en moeten vragen beantwoorden, zelfs wettelijk, over wat er in hun producten zit. Nou, daar hebben de meesten geen antwoord op. En hier hebben we eigenlijk het bedrijf Product IP uit de Big City of Ede, die daar zeg maar antwoord heeft. Maarten, van, wat doet Product IP precies? We bieden een platform wat je de mogelijkheid biedt om uit te vinden aan welke eisen je product moet voldoen en om samen te werken met je... wetgeving zeg maar, wetgeving, maar ook de eisen die de Albert Heijn's en de Kruidvat stellen aan producten, en om samen te werken met je leveranciers om de informatie waaruit blijkt dat je voldoet, om die boven water te krijgen. Dus het wordt echt steeds belangrijker om op een gegeven moment niet alleen maar wat het product doet en wat het kost en dat geleverd wordt, maar wat er eigenlijk in zit en hoe het gemaakt wordt en hoe giftig het is. Klopt, er zijn steeds meer consumenten, maar ook uh, organisaties als Greenpeace die vragen stellen over milieu-impact, impact op de gezondheid. Ook overheden die hebben diezelfde zorg. Kasper, hoe is Product IP begonnen eigenlijk met dat platform te bouwen? Waar komt dat vandaan? Ja, het komt vanuit de ervaring vanuit Maarten en mijzelf met het handelen in de wereld van consumentengoederen. We zagen dat er heel veel vragen worden gesteld over technische dossiers. Wat is die ervaring trouwens dan? Nou, de ervaring is dat mensen eigenlijk niet goed weten of de documenten die ze hebben de laatste relevante. ...zet is om vragen van bijvoorbeeld douane of overheid of hun klant te beantwoorden. En dan eigenlijk dan meer de vraag de keten ingooien van... ...doe mij nog maar even de laatste set van documentatie. En die documentatie wordt steeds complexer, groter... ...en is dus ook een verborgen kostenpost vaak. En waarom vinden de, degenen die het uiteindelijk verkopen, de retailers zeg maar, in de landen... ...waarom vinden die dat belangrijk om dat, om dat soort vragen te kunnen beantwoorden? Nou, twee, twee redenen. Eén is overheden stellen steeds meer vragen en daar moet een antwoord op komen... ...en ze willen het georganiseerd hebben... Andere is verzekerbaarheid. Het is heel simpel. Als je meer tijd kwijt bent om je probleem op te lossen, wordt het probleem tijdens die wachttijd steeds groter en duurder. En wie is nou eigenlijk de instigator van dat, dat, dat fabrikanten daar aandacht voor krijgen? Waar, waar komt dat vandaan? Ja, die komt vanuit de eindmarkt. In het algemeen, retailers die door overheden worden aangereden. Uh, die vragen krijgen, die gaan vragen stellen in, hun, in de keten aan hun leveranciers. Dus aan... puur eisen stellen aan de, aan de orde. Als je niet dit soort informatie erbij krijgt, dan kun je hem niet meer bestellen. Exact. Uh, Simpel voorbeeld: A's Watson, die recentelijk die keten heeft omgekeerd. en heeft gezegd: uh, als jij nog aan mij wil leveren, dan wil ik een dossier zien van dat product. De meeste mensen kennen niet A's Watson, maar wie, uh, wat doen ze bijvoorbeeld in Nederland? Uh, A's Watson is de moeder van Trekpleister en uh, Kruidvat bijvoorbeeld in Nederland. Wie zijn jullie klanten op het ogenblik, Casper? Ja, de uh, grote retailketens -retail in met name in, in Nederland en de toeleveranciers. Ik denk aan uh, partijen van de blokkengroep, Blokker en Leenbakker en Smit, en een Xenos. En uh, Marskamer recentelijk ook. Uh, hun toeleveranciers, met name in de Huishoudelijke goederen, Tristar en een prinses. Dat zijn eigenlijk, zou je kunnen zeggen, early adapters die uh, zien van, ja, we moeten, we moeten iets en dat moet efficiënt en we moeten dat ook weer vertalen naar added value naar onze klant toe. We, wij, wij doen iets, wij zijn in controle. En doen ze dat omdat ze zo graag netjes business willen doen of wat uh, halen ze daar ook zelf nog geld uit? Ja, beide. Je kan niet altijd, uh, zeg maar even blokken als voorbeeld, heeft bijna in elke elk dorp alle winkel uh, en moet het uit efficiëntie in de keten halen. En die efficiëntie in de keten kan je niet alleen maar halen aan de, in, aan de inkoopkant. Uh, ook in China worden dingen duurder, ook door wetgeving. Dus je moet beter weten over wat je krijgt, zodat je beter kan bewaken of je dat ook krijgt. En daar is echt, uh, zijn echt besparingen te realiseren. Maar het, hoe ziet jullie businessmodel eruit? Van uh, wie, betaalt, uh, wie betaalt voor wat? De start van het businessmodel is uh, dat de eindgebruiker, uh, of de eindafnemer, bijvoorbeeld de blokker, uh, betaalt. In toenemende mate zien we dat soort bedrijven de keten omkeren. En zeggen van uh, als jij mij wil leveren, uh, maak dan maar een dossier en dan betaalt de leverende partij. Want ja, jullie maken uiteindelijk gewoon dossiers. Hè? Paspoorten die eigenlijk gewoon uh, compliant zijn volgens wetgeving en volgens de interne regels van het bedrijf. Klopt, je kunt een dossier maken van een product. Dat kun je zelf doen, dat kun je ons laten doen. En dat zijn de twee varianten die we uh, in de business hebben. Nu hebben jullie hier uh, in Ede een aantal mensen, maar je hebt veel meer mensen zitten in Hongkong. Waarom is dat? Nou, dat, dat komt omdat er behalve een, een probleem er ook een communicatieprobleem is. De partijen aan deze kant van de wereld moeten de bewijzen hebben. De, de, producten, de producten komen veel uit Azië. De producent heeft de bewijzen. Er snapt niet altijd de vraagstelling in taal. Er is ook een probleem. Uh, wij hebben daar een secretariaat zitten in China, wordt gerund wordt door ons management vanuit Hongkong. Die uh, zijn helpdesk voor het systeem. Ik snap niet op welke knop ik moet drukken, maar die zijn ook helpdesk van. Ik snap niet welke vraag er gesteld wordt. Hebben jullie voor mij een template? Uh, CQ, uh, ja, if, is informatie die ik krijg, is die wel uh, authentiek? Dat wordt in Hongkong gedaan. En jullie zijn nu sinds 2009 be be bezig, dus eigenlijk net drie jaar. Van, uh, hoeveel, uh, hoeveel klanten hebben je? Hoeveel, hoeveel omzet gaat er door jullie systemen? En uh, hoeveel mensen werken er? We, zitten, we, we werken nu met 25 mensen. Uh, 9 hier en 16 in Azië. Uh, we hebben op dit moment zo'n 3000 uh, klanten die uh, het systeem gebruiken en uh, het omzetniveau uh, groeit op dit moment naar de 2 miljoen. Okay. En hoeveel omzet gaat er van, van jullie klanten zeg maar door jullie systeem? Er gaat op dit moment rond de uh, 10 miljard aan uh, handel uh, door ons systeem, of tenminste dossiers die gerelateerd zijn aan ongeveer 10 miljard aan handel. En alles is een staatsproduct, dus alles werkt gewoon zeg maar, online en, iedereen, en iedere fabrikant kan zeg maar, de, de paspoort in doen en je kunt ook die informatie goed delen. Dat klopt, het is altijd een corporate account, uh, er is altijd multi-user, er is geen fee voor aantal gebruikers of locaties waarop je zit. Wij zeggen altijd...